Hoi kijkers, even en leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. Vandaag zijn we weer in Economy Craft Server, oftewel de Jeefcraft Server. Maar vandaag gaan we niet survivalen zoals jullie gewend zijn. Maar ik ga jullie een beetje laten zien hoe het er nu voor staat in de server. Want er is natuurlijk best wel lange tijd geweest tussen deze aflevering en de vorige. En in die tijd is er veel veranderd op bepaalde plekken dan. En dat ga ik jullie vandaag even laten zien. Nog een mededelingetje. Ik probeer vandaag voor het eerst om muziek gewoon mee op te nemen in de video. Als ware het een livestream. Dus misschien werkt het voor geen meter. Misschien is het veel te hard. Misschien is het veel te zacht. Dat zou ik achteraf pas weten. En ja, laat even in reacties weten wat je ervan vindt. Het heeft helemaal geen zin om dit te vragen. Want jullie laten nooit reacties achter als ik het vraag. Maar misschien zijn jullie in een goede bui. En doen jullie dat wel? Maar nu gaan we hier lekker weg uit deze shop, want mijn FPS wordt er niet beter op. Moet je eens even kijken. Kijk, rond de 30, hè? Iets eronder, nog meer eronder. Niet heel erg vrolijk. 30, 37, 49, 50, 60. Huh? What the fuck? Nou, dat is dus precies ook wat je dan hoort te denken. Oftewel, van de shop wordt mijn computer niet echt heel erg vrolijk. Dus dan blijven we daar maar lekker weg. Ik heb trouwens even wat te eten nodig. Om nam nam, smullen. En het eerste wat je natuurlijk ziet, ga weg. Is, nou daar iets staat. Daar zijn we bezig met het station. Au jongen. Daar zijn we bezig met het nationale station. Nou, het nationale, het is geen land. Maar daarom is, hier zijn we bezig met het... Het openbare station waar iedereen's spoorweg uiteindelijk op uit zal kunnen komen. Of mensen dat ook doen, dat moeten ze zelf weten. En zoals je ziet, het is behoorlijk groot en het is nog lang niet af. En ja, daar zijn we dus mee bezig. Verder is ook mijn spoorlijn af. Ik weet niet, was dat de vorige keer of zo? Misschien wel. In ieder geval, mijn spoorlijn is af. Je kan hier zo helemaal met het spoortreintje zo... Ga je hier naar beneden en dan ga je een hele lange route. Nou, het duurt maar 2 minuten. Maar het is best wel lang. Naar mijn basis rijden. Dus dat is super handig. Dan hoef ik niet meer te zwemmen. En dat dus. Maar laten we eventjes gaan naar de map. Want op de map kan je pas goed zien hoe het er nu uitziet. En dat is meteen ook even lekker spannend. Even wat anders, lekker afwisselend, om eventjes te zien hoe het er op de map uitziet. Dus, 3, 2, 1. Nou, zoals je ziet, we zijn in de map. Doordat ik de muziek mee opneem, zal er nu een hele rare sprong in de muziek zitten, bedenk ik me net. En dit is nog altijd hetzelfde, redelijk dan. Zo, dit is hetzelfde, zoals jullie het kennen. Zo, dit zoiets. Dit is de shop. En hier is dus het station dat ik jullie net liet zien met deze prachtige fontein. Hier komt mijn spoortje uit. En als we uitzoomen, dan zien we natuurlijk als eerste dit hier. Dit is mijn basis en zoals je ziet, het is al veranderd. Het is best wel veranderd. Dit is het eilandje dat ik de vorige aflevering heb gemaakt, samen met Bruno. En ja, daar staat nu een... beginsel van een toren op. Super speciaal. En hier zie je dat ik bezig ben met het maken van een soort pier. Een soort schiereiland. Daar komt mijn bomenfarm op te staan. Hier is een hele hoop jungle weggehakt. Komt nog wel het een en ander terug, want dit ziet er natuurlijk niet uit. Hier is nog steeds de farm. Maar wat ook heel erg veranderd is, dan moeten we weer wat meer richting de shop gaan. Hallo. Laat in, aup. Naar boven. Schiet lekker op, hè. Kijk, dit is Bruno's basis. Zoals je ziet, dit is ook niet meer hetzelfde. Hij heeft een enorme cirkel uitgehakt. Daar heb ik ook een beetje mee geholpen. En dat is hij voor een gedeelte aan het dekken met rood glas. Ik weet niet, misschien zien we dat beter als we in 3D gaan. Dat weet ik niet. Ja, kijk. Is hier een heel systeem aan het uithakken. Een heel systeem, een hele cirkel aan het uithakken. En daar overheen komt allemaal blauw glas. Super veel werk. En daaronder gaat hij allemaal redstone systemen doen. Ik hoop dat ik dat mag zeggen van hem. En zoals je ziet, hier is ook al het een en ander veranderd. Dit worden 2 mob spawners als ik het goed heb.
Hij is dus ook heel erg druk. Verder is hij ook begonnen met de spoorlijn naar, naar de shop toe. Dus dat is ook heel erg handig. En verder, ik weet niet of ik dat al heb laten zien de vorige keer, of dat het toen al was. Zoals je kan zien bij meneer Kriek. Nou, hij is ook heel erg druk bezig geweest. Hij heeft een soort grens gemaakt van zijn gebied met een torentje erop. En zijn huis is nog steeds hetzelfde. En zoals je hier ziet tussen de bomen heeft hij ook nog een stal gemaakt. Voor zijn paard, Larry Trekpaard. Mooie naam, hè. En dat is het wel zo'n beetje. Hieronder, even kijken. Ah, hieronder is nog steeds de basis van die Deense vriend van mij die hier ook meedoet. Daar is eigenlijk nog niks veranderd. Hij is heel weinig online. Dus daar is niet heel veel bijzonders te zien. En hier is de basis van Techno. En wonder boven wonder heeft hij ook gewoon weer de moed bij elkaar weten te verzamelen, als het een goede Nederlandse zin is, om hier ook weer eens wat te gaan doen. Alleen daar zie je heel erg weinig van hier. Even kijken, zien we daar überhaupt iets van? Ja, hier is een farmpje. En hieronder is hij ook met iets heel erg geheimzinnigs bezig. Een beetje net zoiets als met Bruno eigenlijk. Dus dat is een beetje de update van de map. En laten we nu maar weer teruggaan naar de wereld. Want dan ga ik het even in realiteit laten zien. Ik hoop dat mensen er toestemming voor geven, maar dat zal wel allemaal. Oké. We waren net in de map natuurlijk. En toen moest ik eten. En daarom klopt de muziek weer van geen kant. Maar het is wel heel vrolijk, dus dat komt dan wel weer goed uit. Maar we gaan gewoon vrolijk verder. We waren natuurlijk bij de shop net. Bij de shop? Jemig, hoe hoor mij nou? Bij het station. En laten wij gewoon lekker met het treintje gaan. Wij gaan met het treintje. En dan ga ik wat lekker met snelheid keer 10 afspelen. En dat is natuurlijk super praktisch. Want daar zien jullie meteen hoe verschrikkelijk lang die route is. En dat duurt dan ongeveer, als ik het goed reken, even kijken, 2 keer 60 is 120 seconden. Dus dat duurt dan ongeveer 1,5 seconde. Dat is best wel vlot. We gaan het niet met 100 keer versnellen. Met 10 keer misschien. Dan duurt het 12 seconden. Zo, nou, hou je vast hoor, daar gaan we. Muziek op pauze. Oh my god, jeetje. Inderdaad, dat dacht ik dus ook. Dus ik eet even lekker een stukje vlees en dan gaan we lekker in de treinske. Hallo. Nou jeetje zeg, dat was me toch even een rit. Maar we zien meteen een verandering. Oh my god. Ja, oké. Ik heb dit zo, ik zit dicht bij mijn microfoon zeg. Goeiedag. Ik heb dit maar uitgegraven en dit is mijn basis. Ja. Vergis je niet. Allemaal opslagkissies. Met allemaal blokjes. Kijk, oh jeetje. Oh, moet je nou eens kijken joh. Ongelooflijk, hallo. En wat overtjes. Allemaal heel erg fijn natuurlijk. En een heel lange mijngang eigenlijk valt het best wel mee. En dit ding is dat verschrikkelijk in de weg. Dus opbokken. Daar. Jij mag in de vloer gaan zitten. Lijkt me een goed plan. Plop. Zo. En dan kunnen wij even lekker naar boven hobbelen. Want zoals jullie op de map zagen, er is nogal wat veranderd in mijn basis ook. Als eerste hebben we natuurlijk hebba, wat een chagrijnig weer is dit. Regent het nou of hebba? Maar nou, mijn legbatterij is er nog steeds. Daar moet ik elke keer wat op verzinnen. En op dit eilandje ben ik begonnen met een toren. En dat heb ik 2 weken lang niet doorgezet. Wat oude jongen. En dat is natuurlijk ook altijd heel erg praktisch. Om een half afgebouwde toren te hebben. En daar staat mijn paard in gestald. Henk Bakfiets. Lekker traditioneel. Van de oude Nap Kingdom server. Dus
al die oude herinneringen komen meteen weer naar boven vliegen. Verder, zoals ik al had laten zien op de map, hebben we hier ook hebben we hier ook eventjes een heel erg mooi, fantastisch, heerlijk, geweldig schiereilandje gebouwd. Is nog niet helemaal af zoals je kan zien, want het moet nog wat groter worden. Deze palen die die geven aan hoe groot het gaat worden. En daar komt mijn bomenfarm, want zoals je ziet, hier is een hele mooie jungle. Dus enorm gebrek aan bomen. En nee, omdat ik die jungles veel mogelijk bewaard wil houden, vandaar dat ik ook niet op de grond alles ga weghakken en daar een huis ga bouwen. Maar uiteindelijk een boomhuttenstelsel gaan maken. Wil ik dus gewoon hier mijn bomen planten, zodat ik ze hier om kan hakken. En dan blijft dat allemaal heel mooi gespaard. En verder is dat het eigenlijk wel wat er aan mijn basis veranderd is. Dus wij gaan nu lekker naar Mr. Krieg's base warpen om te kijken wat daar veranderd is. Voor de duidelijkheid, ik heb al een hele tijd meer niet opgenomen. Dus ik weet niet meer precies wat ik wel al heb laten zien en wat niet. Maar ik ga even naar Krieg's base. Zo, waar we dan spawnen is in deze prachtige half obsidian bunker. Echt geweldig. Prachtig. En dit is in de toren die jullie hebben kunnen zien op de map. Even kijken of we naar boven kunnen. Hallo? Zo, dit is de toren van Krieg. Hiermee schermt hij zijn land af. Wat de hel is dat? Krieg bouwt een boomtoren, dat vindt hij leuk. Het ziet er niet uit. En ja, je hebt een best wel mooi uitzicht hier. Moet je eens kijken. Best wel mooi. Oei, dat licht ziet er echt niet goed uit. Een beetje lichte shaders aangezet. Misschien dat ik maar eventjes de volgende keer wat zwaardere shaders moet nemen, zodat het er wat mooier uitziet. En verder. Even kijken. Auw. Auw, prons. Hallo, Mr. Keep. Zoals jullie ook al hadden gezien, hij heeft hier een stalletje gebouwd waar Larry Trekpaard zijn geachte paardje staat. Hij is alleen zijn naam kwijt, zo te zien. Ah. Zielig. En zo, hij heeft ook een mooi huisje gebouwd voor zijn netherportal, zie ik. Dat heeft hij goed gedaan. Alleen de netherportal werkt niet, dus vandaar dat dingetje er nog altijd staat. Verder heeft hij ook allemaal boompjes geplant, om dat natuurlijker te doen lijken. En ja, dit heeft hij. En hij heeft hij is ook bezig geweest met infrastructuur. Krieg is echt al ver hoor, mensen. Daar moet je je niet in vergissen. Hij heeft hier een heel pad naar zijn farm. Ik denk dat jullie dat wel al gezien hebben, maar dat weet ik ook niet. Niet zeker. Wat een gekke opbokken. Een gekke boom wilde ik zeggen. Moet je zien, hij heeft gewoon echt een hele muur om zijn land heen gezet. Verwacht hij ruzie of zo? Nou, oké. Okay. Dat is dus een beetje Krieg's base. Dus laten we maar naar die van Bruno gaan. Dan hebben ze eigenlijk alle interessante dingen wel gehad, denk ik. Zo, we zijn bij Bruno's base aanbeland. En zoals je kan zien, hier is een enorme cirkel uitgehakt. En er spannen wel heel veel mobs onder. Dat is niet het idee. Die moeten daar spannen. En hier is een heel mooi vierkant gat. Oh, hoor eens wat ze blij, die muziek toch. Echt de meest simpele muziek die je op YouTube kan vinden, denk ik. Dit is een huisje voor zijn paard, trouwens. Volgens mij hebben jullie dat al gezien, maar dat weet ik niet zeker. En zo te zien heeft hij net als dieren geslacht. Zo, even wat licht. Maar dit is dus die enorme cirkel. Het is echt heel erg groot op bokken. En hier is hij al een heel gek pad en zo. En dat is allemaal super interessant. Maar laten we eens even kijken of we naar boven kunnen. Klik, 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 klik. Oh, kijk nou dan.
Nou, dit is meneer Brunaldo's base. En dat is super, super cool. Ja, vind ik wel. Denk ik. Zoiets. Skeleton, hij dood. Verder nog iets interessants. Ik zou het niet weten. Nou, laat ik ook maar even naar meneer Techno's base gaan. De befaamde heer Techno. En zou ik dit overleven? Gewoon proberen. Boom. Oh joh, makkelijk. Zit hij nu alleen wel vast. Nou, geef niet, want ik ga toch naar heer Techno's base. En dat is dan ook het laatste wat ik ga laten zien vandaag. En dan is dat super cool. Hè? Laten we het armen zitten trouwens. Ho. Let's barb eten. Jongen, laat me met rust. Plus, warp EZ Techno. Zo, dit is waar je belandt als je naar Techno's plekje warpt. En er staat een hele mooie bloem. En zoals je kan zien, plons. Dank je voor de blokjes. Dit is Techno's base. Wat doet dit graag? Hij heeft dit meertje een beetje uitgehold en daar heeft hij een glasplaatje overheen gelegd. En hieronder gaat hij dan allemaal hele geheimzinnige dingetjes doen. Dus dat is allemaal super spannend. En dat is eigenlijk wel wat ik jullie wilde laten zien. Dit is dus hoe Economycraft er op het moment uitziet. Zoals je hebt kunnen zien, we zijn al een stuk verder dan de vorige video. Het begint eindelijk ergens op te lijken en ook op de map kan je nu eindelijk zien dat er ook echt mensen aanwezig zijn in deze wereld. En dat is super cool. Als laatste ga ik jullie nog even laten zien hoe het met het economische stelsel ervoor staat. Oh kijk, en de zon begint te schijnen. Dat moet een goed voorteken zijn. Nou, dit is hoe dat eruit staat. Op die onderste ervoor staat. Op die onderste twee moet je even niet letten. En Mordar is nog steeds de rijkste. Heeft 99 miljoen en 500... Nee, even kijken. 9 miljoen 951.000 en 550 dollar. Daarna komt Kriek. Die heeft 55.564 dollar. En hoe komt dat? Dat komt doordat Kriek de oude jaarstrekking heeft gewonnen. En daarmee 50 dollar. Oftewel, hij heeft 50.000 dollar gewonnen van Mordor. En daar is hij super blij mee natuurlijk. En ik heb ook gewonnen, want ik heb de tweede prijs gewonnen. En dan vraag je af, is dat eerlijk? Ja, zeker is dat eerlijk. Ik heb op het programmaatje op mijn supercoole rekenmachine, heb ik gewoon de kansen... het aantal loten genomen van iedereen. Heb ik het percentage van het aantal loten genomen. En heb ik de... Nou ja, heb ik de hele kansen berekend en zo. En daaruit is gekomen dat... ja, toen heb ik dus een soort van loodjes getrokken. Ik had de tweede prijs gewonnen. Kriek had de eerste prijs gewonnen. En dat komt ook precies overeen met het aantal loten dat we hadden. Want ik zal even een screenshot erin editen van... hoe het aantal loten eruit zag. En dan zie je dat het best wel eens zou kunnen kloppen. Maar goed, ik heb dus een Hero Kit gewonnen met de oudejaarstrekking. Dat is een ijzeren kitje met Protection 3 en Unbreaking 3. En tools, ijzeren tools met Efficiency 3 en Unbreaking 3. En een zwaardje met Sharpness 3 en Unbreaking 3. En een boog met Power 3 en Unbreaking 3. Dus dat is allemaal super cool. En ik heb geen idee waar ik nu heen aan het wandelen ben trouwens. Oh, dat is gewoon weer dit. Oké. Okay. Dus. Zo staat het ervoor. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke, interessante video vonden. De volgende keer gaan we gewoon weer lekker survivalen. En. Zie die dingen even glitsen zeg. Ziet er niet uit. En druk eens even op dat duimpje omhoog. De volgende keer gaan we dus gewoon weer lekker survivalen. En abonneer ook zeker als je dat nog niet gedaan hebt. We zitten bijna bij de 75 abonnees. Wat super, ja, super cool is eigenlijk. Ja, daar ben ik blij mee. Want zoals ik al vaker heb gezegd. Ik doe het niet voor de abonnees. Als dat het geval zou zijn. Dan zou ik dit echt al lang niet meer doen. Maar toch, het geeft... Het is wel gewoon leuk om te zien. Dat mensen je kanaal leuk vinden. En daarbij ook abonneren. Waarom... Oké. En dus doe het even.
deel ook zeker eventjes deze video of ja, als breng het rond of zoiets. Vertel dat mijn kanaal bestaat. Als je denkt van, nou, dit kanaal dat verdient meer publiciteit. Want ik heb zelf een hekel aan adverteren. En dat doe ik soms wel, ondanks dat ik er een hekel aan heb. Maar anders is het gewoon simpelweg geen mogelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen mijn kanaal vinden. En ja, laat een reactie achter of zo, weet ik veel. Dat heeft toch geen zin om aan jullie te vragen. Daar ben ik inmiddels ook wel achter. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. En zoals gewoonlijk zeg ik tegen jullie, laters.